Bij de opening van het Noordelijk Filmfestival heeft Pieter Verhoef een oeuvreprijs gekregen. Scenario-schrijver en regisseur Pieter Verhoef maakte tientallen documentaires, speelfilms, filmportretten en docudrama's. Bij het grote publiek is hij bekend door de speelfilms Nienke uit 2001, Het teken van het beest uit 1981, De Drim uit 1985, De vuurtoren uit 1994 en meer recent De brief voor de koning uit 2008.